Wat deed dat hem, dat er maar weinig mensen kwamen kijken naar die film? Ja, verschrikkelijk. Maar begon dat daarna zijn depressies of was dat ervoor ook al? Nee, die depressies had hij altijd al. Ja, in heviger of minder hevige mate. Dus gewoon als dat je gewoon dagenlang niet tegen hem kon praten. Dat hij gewoon je niet hoorde en niet antwoordde. Dan kon je op straat tegenkomen. Dan kwam hij terug ergens van en dan ging ik boodschappen doen. Dat hij je niet zag. Dat hij gewoon langs je heen liep. Waar was hij? Dacht ik later dus op dat moment. Ik weet het niet. Hij was een hele verschrikkelijke depressieve man. Maar hij wist het ook wel goed te verbergen, denk ik. Ja. Hulzenbos was een hele depressieve man. Vrijman trok hem er steeds weer uit. Als hij een mineur was, als hij echt depressief was, noemde hij zich kleine Jantje Hulzenbos. Maar als hij de wereld ging veroveren, met de armen wijd en zo hard lachen dat zijn stoel achterover vloog, dan was hij Vrijman. Ja. Hoe heet dat? Melancholie? Hoe heet dat nou? Het is goed dat je het woord niet eens kan bedenken. Nee, ik heb daar weinig last van. Heerlijk. Zijn depressies. Ja, hè? Tja. Ja, vond. Maar kijk, op die leeftijd, ik was 27 of zo, was eigenlijk de eerste echte baan. Ik had eigenlijk alleen maar wat gerommeld in de marge, wat leuke dingen. Was het, ja, depressies was voor ons onzin. Ik ben Matthijs, daar. Ik rook Caballero. Ik ben Jansen en ik rook Caballero. Wie bent u? Wat? Ik vind je wel erg heel erg. Een van de eerste dingen die we deden was, toen ik begreep hoe het of in elkaar zat. Dat ik deed mijn spijkerpak uit en begaf me naar de bonnetrie. Om een blauwe blazer en een grijze broek te kopen. Zodat we bijna als komisch duo, Jan als de sigarenrokende kunstenaar en ik een keurige jonge jongen die het allemaal op een rijtje moest zetten voor hem. Ja. En dat, zo zijn we dus. Dat werkte. Dat werkte prima hoor. Bij Kalsi, naar Den Haag, bij al die mensen, dat werkte uitstekend.